Wist je dat een koe geen bovengebit heeft? En wist je dat een gemiddelde koe maar 20 minuten per dag slaapt? Ja toch jongens? Of dames, hè, is het eigenlijk. Adrian, ik ben te gast hier op jouw boerenbedrijf. Wat voor boerenbedrijf is het eigenlijk, Kit? Nou, wij zijn een modern melkveehouderijbedrijf en wij proberen door middel van Koen en jij proberen wij eigenlijk een beetje verbinding te leggen tussen de omgeving en ons melkveehouderijbedrijf. En op welke manier probeer je die verbinding te leggen? Nou, er zijn heel veel misverstanden over de melkveehouderij, hoe het eraan toe gaat in de moderne melkveehouderij. En wij willen door ons bedrijf open te stellen voor mensen, voor toeschouwers, voor bezoekers. Willen we laten zien hoe het er eigenlijk aan toe gaat. Die willen we graag uitleggen waarom je dingen op een bepaalde manier doet. Want welke misvattingen zijn er dan over het algemeen? Ja, er zijn misvattingen over weiden, over antibiotica gebruik, over een kalfje weg bij de koe. En als je de reden erachter hoort, dan is het te begrijpen. Ja, want dit zijn jouw meiden, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik zie trouwens dat ze nog wel op stal staan, hè? Ja, dat klopt. Momenteel staan ze gewoon nog op stal. Straks gaan ze wel naar buiten, maar het is nu nog wat te nat in het land. Weide van de koe is prachtig, is hartstikke mooi. Maar het is niet per definitie beter als ze buiten lopen of dat ze op stal staan. Het is gewoon als boer wijd je de koeien omdat je het mooi vindt. Ik zie ook dat dit een open stal is. Hè? Waarom is dat? Nou, we hebben ervoor gekozen om een hele open stal te bouwen. Om het gewoon met transparantie en ook om heel veel frisse lucht in de stal te krijgen. Er komt heel veel licht komt er binnen en een koe die kan prima tegen deze omstandigheden. Hoe zorg je er nou voor dat zo'n koe optimaal melk levert en ook kwalitatief goede melk? Een koe die eet vrij veel, eet heel veel eigenlijk. En een koe die moet zijn voer herkauwen. Dus op het moment dat die de koe goede omstandigheden hebben om te kunnen liggen, om te kunnen bewegen, makkelijk bij het voer kan, makkelijk kan liggen, kan hij meer herkauwen, meer melk produceren. En dat is voor de boer is het eigenlijk beter en voor de koe is het ook beter om rust te hebben. Het geldt eigenlijk voor ons ook. Wij zijn ook gebaat bij regelmaat en rust. Hè, natuurlijk. Ja, wij wel, ja. Annelie, jij bent de boerin hier op dit boerenbedrijf. Gewoon via de normale manier, hè? Niet via boerzoekvrouw, denk ik. Hè? Nee, dat klopt. Okay. Nou, we staan hier op de kraamafdeling, zoals dat volgens mij ook heet. Hoe oud zijn deze kalfjes? Deze kalfjes zijn 0 tot 14 dagen oud. En die kalfjes worden dan direct bij de moeder weggehaald? Waarom is dat? Ook in de natuur gebeurt het eigenlijk. De koe die werpt zijn kalf op een veilige omgeving, die zoekt een veilige plek. Daar wordt het kalfje geboren en de koe gaat zelf weg bij het kalf. Om voedsel te zoeken. En dan komt hij af en toe weer terug bij het kalf om hem melk te geven. Dat doen wij ook. Wij geven ze een paar keer per dag melk. Dus eigenlijk kun je dan zo optimaal mogelijk voor ze zorgen? Ja, dat klopt. Een kalf wordt steriel geboren. Dat betekent dat hij niet zoals een baby wordt geboren met antistoffen en voedingsstoffen van de moeder gelijk al heel veel mee. Maar hij wordt helemaal steriel geboren. En die antistoffen en voedingsstoffen krijgt hij pas vanwege de biest. De biest, dat is de eerste melk van de koe. Dus hij krijgt gewoon het melk van zijn eigen moeder. Maar wel maar dan van jullie. Van ons, zeg maar. Hoe lang duurt het eigenlijk voordat deze koeien zelf ook weer melk gaan geven? Dat duurt 2 jaar. We fokken een kalfje 2 jaar op tot koe. En een koe die moet eerst een kalfje geven voordat hij melk kan gaan geven. Ja, want zo'n koe gaat natuurlijk niet spontaan voor zichzelf ineens melk geven. Nee, er moet eerst echt een kalf worden geboren voordat dat kan. Dat is net als dat er eerst een baby moet worden geboren voordat een vrouw melkproductie op gang komt. Hoe lang kan een gemiddelde koe eigenlijk melk blijven geven? Nou, als hij maar elk jaar een kalfje geeft, dan kan die melk geven. Waarom vind jij het persoonlijk belangrijk dat mensen hier ook op het boerenbedrijf komen kijken? Nou, om gewoon het reële beeld van de melkveehouderij te geven. Ja, dat mensen hun eigen mening vormen en niet de mening vormen vanwege een krant of vanwege een radio of tv, maar gewoon hun eigen mening. Ja, wij kunnen goed uitleggen waarom we bepaalde dingen doen. En ja, zolang we dat maar doen, dan geven we het goede beeld, denk ik. Ja.